De laatste Parlevinker houdt er mee op. Melk, brood, tijdschriften, groenten, fruit en sigaretten. Ruim 40 jaar lang vaart Wim van Horen al met zijn proviantboot Time is Money op de Maas bij Belfeld. Daarvoor ziet hij schippers van de dagelijkse levensbehoeften. Maar er zijn steeds minder schepen en dus ook steeds minder klanten voor de Parlevinker. Voor Wim van Horen de reden om al vaker aan te kondigen te zullen stoppen met zijn werk. Maar steeds wanneer de schippers een beroep op hem doen, was hij er toch weer met zijn boot vol proviant. Nu zegt hij definitief het bijltje erbij neer te leggen. Of toch niet. Kijkt u naar een reportage van Mark Schrikkema. Ik sta plus minus 6:30 op. Dan ga ik naar de koeling, haal mijn karretje met groenten eruit, breng het naar de boot. En dan laad ik dat in en dan ga ik het water op. Heb je nog wat nodig, vrouw? Heb je de Van Dijk? Kom zo. Een liter melk, een bruin brood en een witte brood. Een wit en een bruin brood en een fles melk. Parlevinken. Volgens Van Dalen's groot woordenboek betekent het met een boot langs de schepen op stroom gaan om koopwaar te slijten. In de jaren 50 voeren er in Nederland ruim 100 van deze varende marktkoopmannen die zoveel mogelijk schepen voorzagen van proviant. Heb je ook een krant voor mij? Alsjeblieft, geld achterin. Anno 2005 is er nog maar één over. Wim van Horen, de allerlaatste Parlevinker van Nederland. En hij gaat binnenkort stoppen. Althans, dat zegt hij. Van Horen kan moeilijk afscheid nemen van zijn kleine, varende supermarkt. Momenteel heeft hij tussen de 10 en 35 klanten per dag. Belangrijk die Parlevinker om de boodschappen te doen, zo? Ja, heel belangrijk. Voor de melk en de pap en de limonade en het bier. En je hoeft er niet mee te sjouwen, het wordt zo aan boord gezet. Dus ik vind het wel fijn. Maar ja, helaas is hij nog de enige, dus dan is het over. Gaat u hem missen straks? Denk het wel, ja. Ik weet wel zeker. Hij mag ook niet stoppen voor mij, zeg ik altijd. Ja, ja, Leni, dan hebben we je nog te pakken, hè? De scheepvaart is gigantisch verminderd hier op de Maas. Ik bedoel, in 1972 kwamen hier nog 80.000 schepen passages door. En dat is verminderd tot 2004 plus minus 27.000. Dus een derde van vroeger van de scheepvaart komt nu nog door. Schepen zijn natuurlijk wel groter geworden. Ja, ook wel in aantallen minder. Dat is ook mede de oorzaak van het uitsterven van het beroep. Vanaf 1932 was vader van Horen 40 jaar lang Parlevinker op de Maas. 42 jaar geleden nam zoon Wim het stokje over. Klanten melden zich per marifoon, fax of e-mail. Ook speurt Wim zelf de Maas af op zoek naar klandizie. Afgingen en gewoon langs de schepen gingen drijven en kijken of ze elkaar of we het nodig hadden. Maar toen lagen hier 100, 150, 200 schepen en dan voeren er gewoon langs.
En nu vaar je dan ook al langs, maar nu gaan de schepen continu door. Ze hebben geen oponthoud meer. Dus je moet naar een schip toe en je moet het varende weg moet je het allemaal regelen. Waar varen jullie naartoe? Duitsland, België. En meestal in raffinaderijen, dus daar hebben we geen winkels. Dus je moet een voorraad hebben. En wat vervoeren jullie? Zwavel. Vloeibaar zon. Als u nou iets speciaals moet hebben? Ja, nou dat kan. Mijn vrouw die zegt allemaal eens, ik zou eigenlijk nog een doos hamburgers willen hebben. Maar ja, we waren al een uurtje van de sluis vandaan. Dus ja, gaat wel vragen, want hij heeft ook veel in zijn diepvries zitten. Dus ik bel hem even op. Zegt hij, Willem, ik zeg, heb je nog een doosje hamburgers? Ja, hij zegt, ik heb het ogenblik niet. Ja, dan komt het de volgende reis wel. Dat maakt niet zoveel uit. Maar we waren er en er was ook een doos hamburgers. Want dan gaat zijn vrouw springen gauw op de fiets. Dan gaat even naar de snackbar, die gaat even een doos frikandel of hamburgers halen. En dan heb hij het. Vrije uurtjes zijn spaarzaam. Maar ook dan speurt mevrouw Van Horen vanaf het terras voor het huis mee met haar man. Op zoek naar de komst van nieuwe schepen. Parlevinker, het blijft een bijzonder woord. Parlevinker, ja. Een varend koopman, hè, maar... Parley, spreken. Een vink is een vogel, dus sprekende vogel, ja. Een vogel is altijd op zoek naar iets. Dus een parlevinker ook. Ja, de rest de vraag of je ook kan pinnen bij de parlevinker. Goed, tot zover deze uitzending. Wilt u meer informatie over ons onderwerpen? Kijkt u dan op www.tweevandaag.nl. Voor vandaag zijn we erdoor. Morgen zijn we er weer. Wat ons betreft een prettige avond en graag tot dan.